heel erg is dat journalisten van Omroep Gelderland zodanig ernstig werden belaagd dat besloten is dat zij voorlopig geen live nieuwsverslaggeving meer doen rondom voetbalwedstrijden. Gezinnen met kleine kinderen zijn angstig weggegaan. Er werd met bier en urine gegooid. Genoeg is genoeg. Ik vind het een schande voor onze stad. Wat mij betreft is iemand die nu betrapt is zondag, die krijgt een levenslang stadionverbod en omgevingsverbod. Zo niet trek ik de vergunning van NEC in. Er is een grens gepasseerd die heel veel mensen in Nijmegen en daarbuiten voelen. En die grens is onacceptabel. Onacceptabel. Dank voorzitter. Ja, dat kwam net al even langs dat Omroep Gelderland voorlopig geen live verslaggeving meer doet. Is het college ook van mening dat hier echt de persvrijheid in het geding is? Ik ben het met u eens. Die persvrijheid is zeker aangetast. Ik had zelf geluk. Was ik 5 minuten later naar buiten gekomen, dan weet ik dat het behalve de gebruikelijke scheldkoronades die ik al 8 jaar over me heen krijg, ook anders was afgelopen. Ik zie hoe journalisten daar vaak staan. Ik heb ook met de hoofdredactie van Omroep Gelderland gebeld toen ik dat maandag hoorde. Om aan met sympathie uiteraard uit te spreken. Maar ik zeg u ook eerlijk, ik heb ze ook gelijk gegeven. Ik zou mijn personeel ook niet daar willen neerzetten. En ik moet mijn personeel laten neerzetten. Want wees nu maar blij dat daar politie was uit Nijmegen en het RNM, want die hebben nog erger voorkomen.